Eén bier alstublieft. En zo zou het eigenlijk altijd moeten gaan. Je bestelt een bier en laat eerst je identiteitsbewijs zien. Kroegeigenaren moeten vanaf 1 januari controleren of iemand niet jonger is dan 18. Gemeenten zetten daarom ook loktieners in om te kijken of ze zich daaraan houden. En dat gebeurt bijvoorbeeld hier in Horen. Afgelopen oktober hebben wij het nog meegemaakt dat we een jongen van nou, bijna twee meter met een baard hier binnen die een biertje bestelde en 15 was. Dus de mensen die worden gescout om... Uh, om ja, ervoor te zorgen dat de horeca door de mand valt. Volgens de gemeente Horen worden al jaren loktieners ingezet. En blijkt uit de steekproeven dat circa driekwart van de ondernemers zich niet aan de wet houdt. Woelders wil een boete van ruim 1300 euro voorkomen en heeft daarom maatregelen genomen. Met dit systeem kunnen we aantonen of iemand oud genoeg is om binnen te komen. Of om alcohol te nuttigen en of deze persoon geen ontzegging heeft. Niet alleen in Horen, maar bijvoorbeeld ook in Purmerend, Schagen en Den Helder worden loktieners ingezet. Daarnaast hebben diverse gemeenten extra toezichthouders aangesteld om de nieuwe horecawet te handhaven. In sommige gemeenten is het handhavingsbeleid zelfs zo streng, zoals in heer gruwaard dat kroegeigenaren besluiten om alleen maar jongeren van boven de 18 toe te laten. Aanstaande zondag hebben we apres-ski en dan uh, zit het uh, volle bak. En dan praat je over uh, nou, 500, 600 man. Ja, en dan uh, hoeveel, uh, hoeveel mensen moet ik dan in mijn zaal hebben laten lopen als uh, de categorie 16, 17 ook duidelijk aanwezig is... Ja, het is niet te handhaven, niet te controleren. Molenaar raakte wel klandizie kwijt. Hij merkte dat al rond de jaarwisseling. Die, uh, die meiden dan, 1 januari met oud en nieuw, uh, waar wij altijd vol zitten, meiden onze kroeg, die gaan naar een andere gemeente. Dan gaan ze naar Schagen toe. Ik hou me aan de regels.